Ik kwam dus al, nou, ik denk toen ik een jaar of 8 was bij Febo op de Amstelveenseweg. 55 zo, 54, 55. Daar heb ik toen mijn eerste Febo-kroketjes al gegeten. Nou zijn de ingrediënten, die zijn geheim, hè? Nou, dat kan je wel zeggen, maar het geheim zit hem in de kwaliteit van de producten. Want hoe je een kroket maakt, daar zijn niet zo heel veel varianten op. Wat is het recept nou? Nou, dat is zo'n groot geheim. Dat komt nooit naar buiten. Nee? Dat zit achter slot en grendel. Zelfs u weet dat niet? Zelfs ik weet het niet en ik zou het ook niet willen. Ligt het in een kluis of zo? Of? Ja, dat ligt in de kluis. Echt waar? Ja, dat is echt bewaakt en dat weet verder niemand. Kijk, je kan zien, ragout glanst. Dan betekent dat hij goed gaar gekookt is. Hij is ook niet te stijf. Er zit dus foelie in en lavas. Of misschien nootmuskaat. En een klein beetje peterselie zit erin. En veel groente en vlees in de bouillon. Dit is echt een goede kroket. Zou dit recept nou wel kunnen ontrafelen, denkt u? Want het is een groot geheim. Dit? Ja, oh ja, die zou ik zo kunnen maken.